Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er liggen wel wat wolken in de buurt van Nederland, maar die wolken zijn niet heel erg actief. Bovendien hebben we eerst te maken met mist. In de ochtend kan het dus een poosje grijs zijn. Geleidelijk aan breekt de zon op meer plaatsen door, temperatuur in de ochtend tussen 4 en 6 graden en vanmiddag loopt het kwik nog wat verder op, dan wordt het 7 tot 10 graden. De mist verdwijnt, er zijn wel stapelwolken en hier en daar valt een enkele lichte bui, de kans daarop is het grootst in het binnenland. Er staat vrij weinig wind, die waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond dan verdwijnen de buien op de meeste plaatsen, klaart het wat breder op en gaat de temperatuur dalen. In de nacht in het noordoosten misschien tot net onder nul. Op andere plaatsen blijft het kwik boven het vriespunt. Morgenochtend dan in het noorden en noordoosten nog even wat zon, daarna bewolking en van het westen uit periode met regen. 8 of 9 graden op de thermometers, wind wordt zuid tot zuidoosten en is meest matig van kracht. Ook woensdag hebben we weer te maken met een regengebied. In de late middag misschien een opklaring in het zuidwesten. Temperaturen woensdag tussen 7 en 10 graden. Vanaf donderdag schijnt weer iets vaker de zon, maar het blijft van tijd tot tijd nat. Temperaturen in de middag rond 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.